Zou je kunnen zeggen, bedoel, advocaat van duivel spelen, hè? Oké, hij vecht nu tegen IS. Maar stel nou dat hij dat gevecht had opgepakt tegen de Oekraïners met de Russische separatisten. Omdat hij vond dat, dat de Oekraïners niet het land verdienen wat ze hebben. Dat is juridisch hetzelfde. Hoe moeten we dat zien? Waar ligt de grens wanneer je als burger wel mag gaan vechten of wanneer niet? Hoe ziet u dat? Ik denk, het OM vindt dat dat dus in geen enkel geval mag, kennelijk. Maar ik denk dat voor wat betreft mijn zaak daar niet eens om gaat. Het gaat erom dat het OM dus op basis van werkelijk waar helemaal niets, twee interviews die niet geverifieerd zijn, iemand op deze manier arresteert. En dat is dat tot daaraan toe. Hè? Cliënt wordt vastgezet op verdenking van meervoudige moord. En vervolgens gaat het OM dan zelf bewilligen. Ze zeggen op in hun publicatie dat zij verzoeken om de vrijlating van mijn cliënt. Terwijl ze hem hebben gearresteerd. Het OM helemaal niet doet, maar goed, dat geheel terzijde. Terwijl ze hem dus verdenken van het ergste feit. Meervoudige moord. Nou, dan neem je jezelf ook niet serieus als je iemand vervolgens direct weer vrijlaat. Dus kennelijk is het allemaal heel erg dubbel. Wat ook heel erg belangrijk is en wat echt volstrekt onverwacht en vind ik ook stuitend is, is dat het OM zelf de publiciteit zoekt. En iedereen, ik vooral, breek mij het hoofd erover wat daarvan het motief is geweest. Vul het eens in, want ik weet zeker dat je daar ook een invulling aan hebt gegeven. Er zijn er heel veel. Hè. De websites exploderen werkelijk en allerlei deskundigen hebben zich hierover uitgelaten. Mm. Het OM zegt, 2014 zeggen ze nog, het is formeel wel verboden, maar 3 no-surrender leden die dit soort uitlatingen hebben gedaan, werden niet vervolgd. Voor mijn cliënt is dat dan wel zo beslist. En waarom, weet ik niet. Het zou een preventieve werking kunnen hebben, volgens het OM. Maar het heeft het tegengesteld effect gehad. Want ik denk eerder dat hier een wervend effect vanuit is gegaan. Dan dat dit ook maar iemand gaat weerhouden, voor zover je al die sympathieën hebt. En ik denk wel dat iedereen, want er zijn veel meer mensen die op deze manier de publiciteit hebben gezocht, heel erg op hun tellen moeten passen. Want kennelijk is het geven van een interview al voldoende voor het OM.